Ja. Dit is niet alleen het einde van deze zevende dag, dit is eigenlijk ook het einde van een tijdperk. Want 6 jaar lang elke zondag de zevende dag presenteren, dat is een tijdperk. We gaan je missen, Indra. En dan denk ik dat ik niet alleen voor mijzelf spreek, maar in naam van de hele redactie, zelfs van alle kijkers. Het gaat je goed daar in Limburg, bij het Belang van Limburg. Alsjeblieft. Voilà. Zo. Daarmee hebt u de laatste zevende dag van het seizoen helemaal gehad. Wij zijn terug op 1 september na, mag ik hopen, een fantastische zomer. Nog 1 liedje hebt u te goed van Mathieu en Guillaume. Het heet Indra en jawel, ik denk dat jij beter met mij even meegaat om te luisteren. Kom, kom even mee. Om haar stel vol uit te waven. Zondagochtend zal nooit meer hetzelfde zijn. Er zijn nog wel croissants, er is nog koffie. Maar wat moet de mens ermee zonder Indra op tv? Ze draait mannen en prinsessen rond haar vinger. Politici verleidt ze met gemak. Debatten die ze het liefst wilde vermijden. Zelfs de premier is geen partij voor een dame zoals zij. Indra, kijk eens diep in mijn ogen. Oeh, denk goed na voor je ons achterlaat. Het is misschien wel in het belang van Limburg, maar een zondag zonder Indra is als ballet zonder spagaat. Een zondag zonder Indra is als de kamer zonder de senaat. Mm-hmm. Een zondag zonder Indra, daar is niemand bij gebaat. Ben je arbeider of ben je een bediende? Voor Indra maakt het allemaal niet uit. Als er toch iemand naar Limburg moet verhuizen, hebben wij een alternatief. Stuur Ivan alsjeblieft. Indra, kijk eens diep in mijn ogen. Oh, dat. Het is misschien wel in het belang van Limburg, maar een zondag zonder Indra is als ballet zonder spagaat. Een zondag zonder Indra is als een kamer zonder de senaat. Een zondag zonder Indra is als een man zonder prostaat. Een zondag zonder Indra is als een akker zonder zaad. Ja, ja, een zondag zonder Indra, daar is niemand bij gemaakt. Zonder Indra, ja, daar is niemand bij gebaat. Iedereen heeft meegemaakt.